Hier staan we bij het graf van Jacobus van Duschoten. Job genoemd door de familie. Jacobus van Duschoten is een heel bijzondere man. Hij is van afkomst van eenvoudige ouders. En hij is groot geworden doordat hij zijn hobby, timmeren en aannemersvak geweldig uitgebreid heeft. Jacobus van Duschoten is 2 keer getrouwd geweest. Met een Geertrui en met een Janneke. En met Geertrui heeft hij 8 kinderen gekregen. Waarvan het eerste kindje wat er geboren is, al na 5 weken stierf. En dat kindje ligt niet in deze grafkelder. Maar dat ligt in een huurgraf wat later geruimd is. Hij is ook getrouwd daarna, toen zijn vrouw Geertrui na 8 kinderen op 47-jarige leeftijd is overleden, is hij hertrouwd met Janneke. En met Janneke heeft hij nog 4 kinderen gekregen. Wat het bijzondere aan Jacob van Duschoten is, dat hij begonnen is als een enthousiaste timmerman. Dat vak heeft hij zelf geleerd. En dat heeft hij onder andere verfijnd doordat hij bij Appels in de timmerwerkplaats gewerkt heeft. Langzamerhand kreeg hij zoveel opdrachten dat hij wilde een eigen loods hebben waarin hij werkzaamheden kon verrichten en zijn bedrijf kon uitbreiden. Maar hij had geen geld. En er was een aardige freule, een Sikkema geloof ik dat ze heette. Die freule leende hem 500 gulden waarmee hij die loods kon bouwen. En die loods die heeft hij geplaatst in de secretarislaan. Dat moet je weten, in die secretarislaan, want Jacobus heeft geleefd in de periode dat Driebergen enorm tot bloei kwam. En Driebergen kwam tot bloei omdat 30 jaar daarvoor het station hier in Driebergen was. En daardoor werd Driebergen een toeristische plaats, ook voor treinreizigers. Hij had vrij veel opdrachten en daarom heeft hij in de secretarislaan een spoorlijntje gemaakt om eenvoudig zijn materiaal te verplaatsen van zijn loods naar zijn werkplaats, aan de overkant van de straat. Dat scheelde heel wat tijd en gesjouw. Dat spoorlijntje is gedeeltelijk nog steeds te zien in de secretarislaan. Deze Jacobus die is toen vlot aan de slag gegaan en heeft zich met een heleboel andere mensen, bouwers vooral in Driebergen, ingezet om de secretarislaan en de wethouwerlaan en de burgemeesterlaan, om die tot ontwikkeling te brengen. Hij heeft daar met die anderen veel gebouwd. Onder andere had hij ook kennis met de eerste architect van de gemeente Driebergen, de heer Van Amerongen, en die ligt aan de overkant van dit graf, ligt Van Amerongen. Deze meneer heeft dus het bedrijf enorm kunnen uitbreiden. En hoe weten we dit verhaal allemaal? Dat komt omdat zijn kleinzoon, de zekere Henk van Duschoten, in 2008, toen deze begraafplaats net een beetje in ontwikkeling was en wij de graven hier ontdaan hebben van alle wildgroei die er overheen gegaan was en dergelijke, en de mos, die wilde het graf van zijn opa wel zien. En hij kon hier niet komen omdat hij moeilijk te voet was en moeilijk kon lopen. En later is hij, toen we hier de weg wat vrijgemaakt hadden, zodat hij bij het graf kon komen kijken, toen is hij hier geweest en toen zei hij: zie je wel, ik wist wel dat mijn opa 2 keer getrouwd was en hij is met die sukkel getrouwd. Wij schrokken ervan dat hij over zijn stiefmoeder zo oordeelde als een sukkel. Wat wil nu het geval? Dat wij later, een hele tijd later, een tentoonstelling hier maakten over de brandweer. En wat bleek, deze meneer van Duschoten, naast een goede aannemer, die heel veel betekend heeft voor de bouw van de secretarislaan, et cetera, dat hij ook brandweercommandant was geweest. En
daar hadden wij een foto van. En die foto die hangt ook in het funerair centrum. En toen wij die tentoonstelling verder maakten, heeft Ellie van der Baan ontdekt dat hij getrouwd was geweest met, en wie was dat nou, Janneke Sukkel. Dus het bleek dus helemaal niet denigrerend bedoeld te zijn met die Sukkel, maar de echte naam van zijn overoma, zeg maar. Dat was het wat ik te vertellen heb.